Hi, vandaag zijn wij in Borger bij de Hunebedloop. We gaan hier een korte run doen. We gaan hier de 5 kilometer rennen. En ik ga eens even op zoek naar het startnummer. Spreek je zo. Nou, we hebben het startnummer binnen. Dit is een nummertje 536 geworden. We gaan hem eens even bevestigen. Nou, we zijn al bij de start. Wij gaan nu de startvakken in en wij zullen dit varkentje van 5 kilometer eens even wassen. Jongens, ik zie jullie zo bij misschien de eerste pitstop. Misschien ren ik wel door. Het is ook maar de 5. We zien het wel. Tot straks. Welkom, kerel. En dan gaan we ook met hem hier dan straks deze prachtige wedstrijd gaan we de vakkenpaar pakken maar. Ja, heel mooi. Ja, kijk eens. Prachtig mooi. Geweldige junior hier. Die ook meeloopt. Allemaal heel veel succes. Heel veel plezier allemaal. En geniet van die hele mooie omgeving. Hier Romburg, ook Jopie fans. En geweldig jongens. Jopie fans, dames en heren. Vroeger liep je het erepodium kapot. En tegenwoordig doet hij gewoon lekker mee voor zijn plezier. Zo werkt dat nou allemaal. En we gaan eens even kijken hier naar de dames en heren. Die zijn betrokken. Geweldig allemaal. Succes. En hier de laatste. Dan hebben we de loopste dames en heren. Met Tontje.
Nou, we zitten nu precies op de helft van de loop. Ja, heerlijke, platte Drentse natuur. Zoals je ziet, hier achter mij. Ja, lekker loopje. Ik ben hem even wat harder gestart dan normaal. Dus ik ben ook even een klein beetje kapot. Mede doordat ik nu al 2 weken verkouden ben. En na de Unknown Path Trail vorige week blijkt mijn rechter kuit. Zie, het gaat al niet meer. Het spraakgeblek komt er weer aan. Maar het blijkt dus dat mijn linker kuit behoorlijk pijntjes liet zien. Dus ik heb hem eventjes een weekje behandeld met flink wat tijgerbalsem en compressiesokken. En nou gaan we gewoon lekker door. En we hebben ook nog maar 2 kilometer te gaan. Dan zijn we er alweer. Maar ik hoorde ook dat wij hier bij de grootste hunebed van Nederland kwamen. Ik weet niet of ze in andere landen ook nog hunebedden hebben, maar misschien is het wel de grootste van de wereld. D27 heet het ding. En er is ons verzekerd dat wij er langs kwamen. Tevens volgende week een jammerlijke mededeling. Maar de KLM run in de KLM Urban Trail Series run in Amsterdam gaat volgende week niet door. Deze is verplaatst naar 10 juli. Laat ik dan nog net in Frankrijk zitten. Dus ja, van de KLM runs gaan jullie niet alleen Den Haag missen, maar jullie gaan dus ook Amsterdam missen. Moet ik die volgend jaar maar inhalen? Nou, ik ga nog even genieten van al het prachtige landschap hier. Ik ben zeer benieuwd wat voor lekker koud pilsje er mij vandaag weer is meegebracht. En wij zullen dat zien bij de finish. Ik trek hem door. Mochten we bij de hunebed zijn, zal ik hem eventjes weer stoppen om even te genieten van een prachtig stukje Drents cultuur. Tot straks!
Nou, dit zal hem zijn. De D27. Het grootste stukje hunebed van Nederland. Nou, ziet er allemaal prachtig uit. Hebben we toch in ons mooie Drenthe nog een beetje cultuur. Geniet even van het aangezicht. Ja, dat ziet er weer prachtig, prachtig mooi uit en heerlijk dat wij er weer langs kunnen rennen. Nou, wij gaan even een stukje verder, want we hebben nog 1,5 kilometer. En dan zit het feestje er alweer op. Dus ik spreek jullie straks weer bij de finish, ga ik vanuit. Jongens, yo! We'll be right back.
Nou, we zijn er bijna. Nog een paar honderd meter. En dan hebben we het gehaald. De 5 kilometer Borger. Hunebed. Loop. Heerlijk. Nou, bijna. En de cameraman Jan Rossing. En daar gaat hij. Die heeft natuurlijk even de hele loop even lekker opgenoteerd via zijn goudbroodje. En dan met nummer 718. Martin Schubert uit gehaald. Hier dan binnengekomen. Was een hele mooie, Jolanda Toeters uit Vriezenveen. Wij spreken elkaar bij de afsluiting. Yo! Dat was hem dan, de Hunebedloop 2022 in Borger. Ja, het was een lekkere korte loop. 5 kilometer heb ik gedaan. We hebben het grootste hunebed van heel Nederland gezien. Dus toch nog een klein stukje cultuur geproefd. En al met al was het een redelijk makkelijke loop. Dus ik ben hem ook even wat harder gaan lopen. Ik heb twee keer eventjes stilgestaan. Heb ik eventjes gewandeld. Maar ja, volgens mij heb ik onder een peesje van 6 gelopen. En nou ja, dat met een keer stilstaan en een keertje wandelen. Netjes, al zeg ik het zelf. Jongens, vergeet niet eventjes subscriben, liken en druk even op het belletje. En laat even een comment achter. Dan krijg je nog veel meer van dit soort prachtig mooie video's te zien. Ja, zoals ik al zei, onder de run gaat de KLM Urban Trail Series in Amsterdam gaat niet door. Dat zou volgende week zijn, dus wij gaan nu naar de Kleverun in Apeldoorn. Ik heb geen flauw idee wat de Kleverun is, maar we gaan het volgende week zien. Ik ben zeer benieuwd. Waar ik ook zeer benieuwd naar ben, staat hier weer naast mij. Even kijken wat we hebben. Dit lijkt wel iets van de Drie Koningen. Het is ook een winterbiertje, zie ik. En dat met het heerlijke weer. Het is de Balthazar. Dit is een van de Drie Koningen natuurlijk. Deze man had een leeftijd gekregen van respectievelijk 60 jaar oud. De andere twee koningen geloof ik 20 en 40 jaar oud. Ja, het is een Belgisch biertje. Even kijken wat erin zit. Water, mout, suiker, hop, gist, kardemom. Ik heb geen flauw idee wat kardemom is. Gember en koriander. Dus het is weer rijkelijk gevuld. Nou, wij gaan hem eens even openkloppen. Kijken wat hij ditmaal doet. Zullen we hem krijgen, de plop? Oeh. Nee. Het valt weer zeer, zeer tegen. Alweer geen plopje. Heel, heel jammer. Maar we gaan eens even proeven hoe die smaakt. Dit is een heerlijk lekker biertje, zeg. Heel zwaar, heel fris en heel zoet. Ja, dit is een ideaal winterbiertje, zoals ze dat noemen. Maar deze smaakt ook heerlijk lekker in de zomer, zeg. De Balthazar van Alvin. Nou, ik ga er lekker van genieten. En genieten jullie er ook van? Jongens, zoals ik vaker zeg. Geniet van het weekend, geniet van de week en geniet van het leven. Tot volgende week!